Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Oh, ik doe zojuist mijn lok opzij, dat moet niet. Ik moet ermee ophouden, dat blijf ik elke keer doen. Ik heb een lok, dus, of ik heb een pony, dus ik moet het niet elke keer een lok maken, want dat schiet niet op. Het is nu dinsdag en het is al bijna avond, tenminste. Het is nu 4 uur. Ik heb dus vandaag nog helemaal niks gefilmd. Ik heb het niet eens doorgehaald om iets te filmen. Ik begin nu de vlog. Het is 4 uur en liever iets dan niet. Ik ga zo meteen de hond eten geven en mezelf mijn eigen eten maken. We gaan gewoon lekker makkelijk kipsnitzel eten met groenten en een aardappeltje en that's it. Maar om een beetje invulling en toch aan deze vlog te geven, wil ik vanavond een soort... Ja, nighttime routine kan ik het ook maar niet echt noemen. Maar ja, gewoon een soort pamper night met maskertjes en al die gekke dingen doen. Zodat jullie toch nog wel iets hebben. En dan zou ze wat vragen beantwoorden. Ik ga zo eventjes een Q&A openzetten op Instagram. Om te kijken of mensen nog vragen hebben. Of ze daar antwoord op kunnen geven. En verder doe ik niet zo heel erg veel meer, denk ik, vandaag. Ik heb vandaag best wel een productief dagje gehad. Vanmorgen ook gewoon weer lekker voor 7 uur opgegaan. Dus dat was ook wel heel erg fijn. Ik loop trouwens al de hele dag in de crop top rond. Dat is echt niet iets voor mij. Maar ik dacht, vandaag is wel lekker. Dus dan doen we dat ook gewoon. Verder op zich een heel rustig dagje gehad vandaag. Niet heel veel gedaan. Eigenlijk gewoon alles heel erg rustig gehouden. De afgelopen week is wel heel erg rustig geweest. En ik denk dat de komende week ook wel heel erg rustig gaat worden. Ik ben vandaag trouwens wel gebeld door Hart van Groenewoud, mijn oude stageplek. Mijn ene en laatste stageplek waar ik vorig jaar stage heb gelopen. En daar kan ik dus voor vast voor een langere tijd gaan werken. En ze vroeg van joh, vanaf wanneer? Nou ja, vanaf komende maandag, want ik heb donderdag en vrijdag nog fysio. Dus die hou ik me liever nog even rustig. En het weekend wil ik dan even alles weer gaan klaarmaken en extra boodschappen halen, zodat ik ook weer van alles mee kan nemen. En dan gaan we waarschijnlijk vanaf volgende week werken. En daar heb ik wel heel erg zin in. Er is daar nog steeds geen corona geconstateerd. Wat eigenlijk heel fijn is. Maar aan de ene kant denk ik, ja, je vindt het uiteindelijk waarschijnlijk overal wel. Ik denk dat je er op een gegeven moment ook niet echt aan ontkomt of iets. Maar in ieder geval dacht ik, ja weet je, ik kan nu wel thuis gaan zitten en zitten wachten. Weet je, wie weet hoe lang dit nog gaat duren. Of ik ga nu gewoon werken. Ik wees gewoon lekker voorzichtig. En ik zorg dat ik me gewoon goed bescherm voor alles. En ik ga gewoon werken. Want ja, dat is voor mijn humeur. Ik zeg eerlijk is eerlijk jongens. Voor mijn humeur is het ook niet heel erg lekker hoor. Het continu thuis zitten. Ik word helemaal gek. Ik ga me aan alles en iedereen irriteren. Omdat je alleen maar thuis zit en je doet verder helemaal niks. Dus liever werken dan thuis zitten. Dus in ieder geval, ja. Gaan we waarschijnlijk ook volgende week nog werken. Maar ik ga eerst nu even lekker avond eten. Want ik heb wel trek. Ik ga gewoon lekker op tijd eten. Ik ga nu lekker het eten doen. En dan mijn ding doen. En mocht je trouwens denken wat er ook de hele tijd op de achtergrond. Ik ben weer iemand aan het lastigvallen. Ik ben met Ash aan het bellen. Eigenlijk doen we dat de hele dag al. Ja, dat is elke andere dag. Maar goed, we hebben niks te doen, dus dan doen we dat maar. Goed, inmiddels heb ik heerlijk gegeten. En ik heb een TikTok opgenomen, want ik heb een welbekende koffie gemaakt. Ik heb er alleen een ietsje dikke laag ijs in gedaan, waardoor de koffie heel dik is geworden. Tenminste, die kan ik nog niet goed mengen. En ik heb iets te veel koffie gebruikt. Maar goed, dat wel. Maar ja, het maakt je nu dus af en toe stukjes koffie te. Ik hou dat denk ik van oeh. Maar ja, het is wel lekker. Ik heb daarentegen. Ik proef nog koffie. Ik heb nu een TikTok opgenomen hoe ik hem dus heb gemaakt. En dat ga ik nu eventjes in elkaar flansen. En hoop dat het gaat werken. Dan ben ik heel benieuwd. Dus ik ga deze even in elkaar zetten.
Goed, de koffie TikTok is gemaakt en hij is nu aan het uploaden en volgens mij staat hij nu precies online. Ik heb eergisteren voor het laatst een TikTok opgenomen, dus ik dacht het is wel leuk om dit weer even te doen. Hij staat online. Hij is echt leuk geworden. Toppie. Daarentegen wil ik nog wel even een TikTok op gaan nemen. Dus dat ga ik nu denk ik ook wel doen. Dus dat is wel een leuk idee is om te gaan doen. Deze koffie. Ik vind dat de ijsblokjes toch eerst even een beetje moeten smelten voor ik dit helemaal kan drinken. Want het is echt wel iets te creamy bovenop. Ik heb eigenlijk allemaal in moeten blenden, maar ik heb iets te veel koffie gemaakt. Maar goed, maar niet. Wat ik straks wel kan doen, is hetgene wat over is, gewoon nog melk overheen gieten. En dan heb ik gewoon nog een kopje koffie. Ik zit nu elke keer stukjes te eten. Ik heb al veel te veel gemaakt. Maar goed, maar niet. Ik laat het lekker smelten, dan roel ik het nog een keer doorheen. En hopelijk is het dan wel beter, want koffie kouden smaakt niet zo lekker. Ik ga trouwens nu even lekker douchen. Alles op mijn gemakje. Daarna lekker maskertje opdoen. En dan ben ik weer bij jullie terug. Oh ja, en ik ga nu nog een TikTok opnemen natuurlijk. Goed, ik heb lekker gedoucht. Ik heb lekker een maskertje opgedaan. En ik ben nu de persconferentie aan het kijken. Van Mark Rutte. Ik heb heel even het geluid uitgezet. Er gaat behoorlijk wat veranderen. Scholen gaan weer open. Uitgaansgelegenheden blijven nog wel dicht tot 18 mei of zoiets. 18, 28, weet ik veel. Zo zijn er nog een aantal dingen. Maar de zorg blijft nog steeds wel heel erg druk, heel erg zwaar. En dat klopt ook. Dat ga ik zelf binnenkort natuurlijk ook merken. Ik ga binnenkort ook weer een steentje bijdragen in de zorg. En voordat ik straks allemaal gekke dingen krijg, wil ik gelijk even benadrukken. Ik doe even mijn deur dicht. Want dat tocht hier een beetje. Ik wil jullie wel even benadrukken dat ik niet zomaar denk, oké, weet je, ik verveel me, dus ik ga maar gewoon weer werken. Nee, zo zit het niet. Ik ga werken om het feit dat mensen personeeltekort hebben, omdat er mensen ziek zijn, omdat er mensen hulp nodig hebben. De regelingen in de verzorgingshuizen zijn nu ook compleet anders en ik ga nu werken omdat er iemand met zwangerschapsverlof is en niet omdat er iemand ziek is of corona heeft of dat het te huis corona heeft. Zo zit het niet. Oh, ik dacht gewoon het zit onder de lip. Maar dat is een druppeltje. Maar goed, dat zeg ik dus. Het is dus niet omdat er iemand in het te huis corona heeft. Het is puur omdat er iemand met zwangerschapsverlof is en ze dus nu een paar handen missen. En die ga ik hopelijk met goede handen opvullen. Dus dat is eigenlijk de reden. Mijn camera knippert rood. En dat is jammer, want ik kan nog even wat meer vertellen over corona en alles wat er nu speelt. Maar ik ga eerst maar eventjes de camera opladen, want dat moet ook gebeuren. Als het maskertje eraf is en de camera een beetje vol is, dan kom ik hier nog even op terug. Goed, inmiddels heeft het maskertje zijn werk gedaan en is het eraf. En jongens, dit masker was fijn. Ik heb het houtskoolmasker, of was het? Volgens mij was het houtskool of zo. Kijk hoor, deze komt bij de Action vandaan. Van Bior. Met houtskool inderdaad. Maar dit masker wordt, als je het opsmeert, warm. Ik heb hem, dus het staat 1 minuut, maar hij heeft hem bij mij een kwartiertje opgezeten. Ik dacht, ik ga gewoon kijken wat het doet. Daarna heb ik hem eraf gewassen. En mijn gezicht voelt echt zo top. Ik ga zo alleen nog even een crème op doen, want dat heb ik niet gedaan. En ik heb mijn lok weer goed gekamd. Ik merk als mijn haar vet wordt, dan wil die lok ook niet hoe het hoort. Dat is wel irritant. Maar nu zit het wel goed, dus daar ben ik blij mee. Ik ben lekker aan het chillen op mijn bed. Lekker met mijn telefoon. Ik ga gelijk even een crème opdoen, aangezien ik hier toch voor de kast sta. Kan ik dat beter gelijk doen? Ja, ik heb verder, dus ik zal even deze lamp aan doen. Dan kunnen jullie wat meer van mij zien. Ik heb dus verder niet zo heel veel gedaan. Ik heb net nog die koffie opgedronken. Die ik had gemaakt. Maar hij was echt wel serieus veel te bitter.
en veel te sterk. Dus ik heb hem laten smelten. En vervolgens heb ik er ijsblokjes aan toegevoegd. En ik heb nog een TikTok opgenomen, 2 TikToks zelfs. Dus dat was helemaal top. Dat is ook allemaal lekker gebeurd. Vergoed mijn voorhoofd. Mijn voorhoofd is trouwens wel echt een plekje dat ik denk, die moet ik wel altijd even goed insmeren. Want anders dan heb ik daar echt serieus wel heel erg veel last van. Dan merk ik dat het heel erg snel droog wordt. Even mijn nek meenemen. Ik ga tegenwoordig trouwens de producten van Kruidvat. De Pure Treatment. Dus ook voor talg, klieren en dat soort dingen. Top, dat is gedaan. Ik heb trouwens mijn gezicht er net al schoongemaakt door. Dus niet dat jullie denken van, hè, moet je je gezicht niet schoonmaken? Ja, dat moet, maar dat had ik al gedaan. Ja, jongens en meisjes. Ik denk dat ik nog even ergens op Netflix ga struinen of zo. Om te kijken of daar nog iets leuks te doen valt. Ondertussen ga ik mijn bedje ook even klaarmaken. Ik ga jullie even hier zetten. Kan ik gewoon doorkletsen. Want, zoals jullie wel weten, slaap ik natuurlijk onder een 1-persoonsdekbed op een 2-persoonsbed. Het blijft een raar iets, dat klopt. Ik draai mijn kussens ook echt serieus zo tegenwoordig. En om mijn dekbed zeg maar netjes te houden, heb ik dit laken. En die vouw ik zeg maar uit. En daar lig ik dan bovenop. Zodat en mijn witte beddengoed netjes blijft. En ik niet elke dag mijn hele 2-persoonsbed hoef op te maken. Het is morgen gewoon een kwestie van deze terugrollen. En deze goed doen. En dan is mijn bed gewoon weer netjes. Dus dat is wel heel erg chill. En ik vind het gewoon heerlijk om op een 1-persoons... onder een 1-persoonsdekbed te liggen. Ik vind het echt veel chiller dan een 2-persoonsdekbed. Want dat draait me echt helemaal in. Alles valt er uit hier zo. Dus ja, ik ga nog even op Insta scrollen. Misschien nog een Netflix film of serie kijken en dan lekker slapen zometeen. Trouwens, even over die persconferentie van daarnet trouwens nog. Er is dus, zoals ik daarnet al zei, niks veranderd. Het is echt alleen maar de basisscholen die open gaan. Voor de rest gaan de VMBO-scholen en alles gaan pas 1 juli weer waarschijnlijk open. En er was nog iets. Maar nu ben ik dat vergeten. Er was nog iets gezegd. Maar goed, in ieder geval niet heel veel bijzonders. De 1,5 meter afstand blijft gewoon hetzelfde. Er mogen niet meer als 2 mensen in een auto. En er mogen alleen maar mensen van hetzelfde gezin in een auto. Dus ik mag bijvoorbeeld niet bij mijn opa en oma in de auto. Of vrienden mogen bij mij in de auto. Dus dat eigenlijk. En verder, ja, niet heel veel anders eigenlijk. Het is gek, het is nog steeds heel raar. Mijn neefje bijvoorbeeld, Jesse, die is komende zondag jarig. Wordt 4 jaar, jongens. 4 jaar, de leeftijd dat hij naar school mag gaan. En ja, dat is heel lullig. Hij wordt 4 jaar en het kind kan nu helemaal niks. Hij mag dan wel naar school waarschijnlijk na de meivakantie. Dus dat is wel heel erg leuk voor hem. Maar we mogen niet bij hem op bezoek. We mogen niet langs. We gaan nu wel van alles doen komende zondag. Mijn oma heeft een heel groot wit bord. Waar we dingen op gaan schrijven. En we gaan slingers voor de deur ophangen. En ja, alles op afstand zeg maar. En vervolgens gaan we dan bellen. En dan laten we hem erbij te komen. En is van, oh, wat is dit allemaal? Leuk en gezellig. Maar ja. Alles op gepaste afstand. We mogen helaas niet. We mogen hem niet kroelen. We mogen geen kusjes geven. Het is allemaal heel, heel raar. Zeker voor kinderen vind ik dit heel moeilijk. Ik heb gelukkig geen idioot bejaarde opa en oma's die in het bejaardentehuis wonen ofzo. Die dementerend zijn, die er niks van snappen. Kijk, mijn opa en oma's zijn nog op zulke goede leeftijd dat die gewoon nog lekker zelfstandig thuis wonen en de ding doen.
Bijvoorbeeld mijn neefje Jesse, die snapt dat dus gewoon helemaal niet. Die weet niet wat er aan de hand is in deze wereld. En dan vind ik het toch best wel lastig. Dat ik denk van, ja, weet je, dat kind weet niet wat er speelt. En dan ziet hij zijn nichtje al maanden niet. En zijn opa en oma al maanden niet. Kijk, we bellen wel, maar that's it. Weet je, we kunnen niet langs. We kunnen niet gezellig iets gaan doen. En ja, dat is wel... Dat is toch wel iets dat ik wel heel erg lastig vind. Zeker nu hij 4 wordt. Dat ik denk van, ja, het is toch wel dé leeftijd ook voor een kind. En dan is het toch best wel lastig. Maar goed, ik hoop dat hij het zondag alsnog leuk gaat krijgen. Ik weet niet wat mijn tante allemaal van plan is met hem. Maar wij gaan ook in ieder geval wel iets leuks. Een opgepaste afstand. Want ja, het kan niet anders. Maar ja, het zal nog even zo blijven, jongens. De coronagekte en alles. Het is nog steeds niet voorbij. Er komen zijn nog steeds doden. Er zijn nog steeds nieuwe opnames. Ook zijn er genoeg mensen die eraan genezen. En dat wordt dan helaas niet genoemd in het nieuws. Vind ik nog steeds wel heel erg jammer dat dat niet genoemd wordt. Maar ja, het is wat het is. We kunnen het niet veranderen en het blijft voorlopig nog wel even zo. Dat is jammer, maar wat ik al zei, we veranderen het momenteel nog eventjes niet. In ieder geval ga ik lekker slapen nu. Ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!